Als je te maken krijgt met een traumatische gebeurtenis, kan je daar blijvend last van houden. Herbelevingen en andere psychische klachten kunnen je dagelijks leven zo ontregelen dat er sprake is van posttraumatische stressstoornis, PTSS. En op het moment dat ik alleen achter mijn computer zat, ik weet niet meer wat er gebeurde, maar plotseling begon ik met huilen. En het stopte niet meer en ik raakte eigenlijk heel erg in paniek. En ik ben toen naar mijn leidinggevende gegaan en gezegd, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik denk niet dat het goed met me gaat. Nou, en dat vanaf dat moment ben ik naar huis gereden en is één groot zwart gat. Met financiële steun van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving is een technologieondersteunende nieuwe methodologie ontwikkeld voor de intake van mensen met een psychotrauma. Een interdisciplinair team van wetenschappers werkte meerdere jaren samen aan de nieuwe screeningmethode die de intake kan verkorten en verbeteren. PTSS is een chronische ziekte, invaliderend. En het stellen van de diagnose PTSS is vaak een tijdrovend proces. Belastend voor de patiënt die zich daarin kwetsbaar moet opstellen. En ook belastend voor de onderzoeker, voor de klinicus. Nu is het zinvol om te kijken of dat het proces met minder belasting vormgegeven kan worden. Samen met een Amerikaans patiëntenforum hebben we een tool ontwikkeld die ervan gebruik maakt dat PTSS-patiënten in hun teksten vaak andere woorden gebruiken dan mensen die geen PTSS hebben. En vervolgens hebben wij een computerprogramma getraind om die PTSS-specifieke woorden te herkennen in een tekst en op basis daarvan de tekst te klassificeren als zijnde van een PTSS-patiënt. Ik werd geconfronteerd tijdens mijn politieopleiding met een ongeluk, waarbij een fietser werd aangereden door een vrachtauto. En toen wij daar ter plaatse kwamen en de hulpverlening werd opgestart, bleek dat mijn praktijkcoach te zijn. De computer is heel goed in te herkennen van posttraumatisch stresssyndroom. En dat doet hij met een succes. Percentage van 82%, dat is hoog. En dat net zo hoog eigenlijk als een gewone psychiater. Alleen, hij kan sneller. Nu met deze komst van deze nieuwe software en dit onderzoek, denk ik dat dat heel veel mensen zou kunnen helpen, omdat de stap naar hulp is zo groot. Dat dit misschien een hele goede tussenstap kan zijn voordat je die hulp zoekt. Want mensen zoeken eigenlijk gewoon bevestiging. Ik zocht ook gewoon bevestiging van mijn problemen. Een van de zaken die we op dit moment aan het onderzoeken zijn, is het gebruik van spraaktechnologie om ook gesproken tekst van mensen te kunnen herkennen en te kunnen screenen. Een bijkomend voordeel daarvan is dat je ook de emotie van de patiënt mee kunt nemen. Bijvoorbeeld als die moet slikken, moet huilen of met een hogere stem gaat praten. De technologie die vrijkomt, die biedt gelegenheid om dat diagnostisch proces echt te transformeren. En op een andere manier uiteindelijk die uitkomstmaten te realiseren. Met minder belasting, minder tijdrovendheid en dezelfde kwaliteit voor de uitkomstmaat.